Kameeltjes van de gebraden gehakt etende kameel eersthands. Welkom bij een gloednieuwe video. En zoals jullie daar zien is er een Sims slapen nu. En nu reclame van de Sims. Dit heb ik al een keer gelezen. Maar, zoals jullie misschien wel weten, door de beschrijving van mijn andere video's, zodat jullie misschien wel vorige week de video hebben gezien. Maar, het is vandaag weer woensdag. Of ja, voor mij is het dinsdag en dan 3 weken van tevoren. Maar voor jullie is het vandaag woensdag. En het is zeg maar, even voor duidelijkheid, het is nu 25 april nu ik dit opneem. En de video komt dus 17 mei online. Dus is bijna een maand later. Maar dat maakt niet uit, daar gaat het niet om. Dus zijn de kleinigheden. Maar welkom bij een gloednieuwe Sims video. We gaan vandaag weer gezellig de Sims doen. Ja, ik heb kriebel op mijn been. Been, kriebel, stomme been, kriebel. Zo. Spel laden. Hoe hadden we het spel ook alweer genoemd? Ik denk dat deze is, want dat is de laatste. Ik heb een Alloy shirt aan. Ik neem dit ook trouwens precies een dag. Ik neem dit op dezelfde dag op. De video van gisteren en van eergisteren zijn echt, gewoon aan een stuk door opgenomen. Ik heb eerst de video van eergisteren opgenomen. 2 minuten later nieuwe game opgestart. De video van gisteren opgenomen. En weer 2 minuten later de Sims opgestart. En ben ik nu aan het opnemen. Yeah. Maar ik ben blij om weer de Sims te doen. Weer een keertje. Mijn idee is eigenlijk om vandaag een man te gaan vinden. Dat lijkt me wel leuk. Ga even op die scène. Zo. Ik wil eigenlijk wel een man gaan vinden. En wat mij nu opvalt. De flipping sneltoets. Om mijn game in beeld te zetten. Kijk. Als ik hem zeg maar zo doe. Dan heb ik een snel. Dan druk ik op play. Dan heb ik een sneltoets om de game in beeld te zetten. Groot. Dat is dezelfde sneltoets als de Sims op pauze. Oké, ik heb zeg maar, kijk, ik heb alle num-toetsen, deze toetsjes. Die heb ik allemaal ingesteld voor mijn OBS, ook voor mijn livestreams en al zijn dat allemaal sneltoetsen. Zo heb ik bijvoorbeeld, 9, num-toets 9 om naar deze scène te gaan. Num-toets 0 voor de Sims, bij num-toets 9. Heb ik ook nog numtoets 1. Dan gaat de game uit beeld. En zo kan ik daar de hele tijd op drukken. En dan werkt het op een of andere manier niet meer. Maar hij moet gewoon even laden. Maar ja, zodoende. Kijk. Dus zo, ja. De Sims moet alleen iets langer laden. Maar zo heb ik dat dus met de numtoets. Maar blijkbaar is een 0 dezelfde numtoets. Ja, dat is onhandig. Maar laat ik maar een man gaan zoeken. Ik vind, wie is dit? Oh, hij is denk wel heel oud. Oh nee, hij is volwassenen. Ik wil een leuke man hebben. Er wonen hier mensen. Ik weet het niet. Ik kan natuurlijk hier gewoon gaan aankloppen. Bezoeken. Zo. Ik ga gewoon even bij die mensen op bezoek om te kijken of er munnikers wonen. En dan ga ik gewoon eens kijken of daar misschien een mannetje van kan fixen. Yeah. Want ja, ik wil een man. Jee, feestie. Hier woont niemand. Oké. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè, dat er niemand woont.
Ja, dit is weer die oude vertrouwde man. Zijn er nog meer mensen hier ergens? Zijn er nog meer? Hallooi, mensen. Hallooi. Hallooi, hallooi, hallooi. Hallooi, hallooi. Ja, als jullie. Ja, staat op mijn shirt. Hallooi. Ik heb Rutger's shirt. Hey. Als jullie afvragen wie Rutger is, zoek op YouTube Veurtje. En je komt het te weten. Rutger is gewoon de leukste homo van het internet. Jee, feestie. Dus ja, coolheid. En Thomas is daarna de leukste homo van het internet. En daarna ik natuurlijk. Jee, cool. Jee, feestie. Nou. Ik zoek. Er zijn gewoon geen munnikes. Er zijn gewoon geen mensies. Verdikkie. Nou, dan gaan we. Reizen. Woep. Ga maar reizen. Zo, haja. Bum, bum, bum. Nou, in de sportschool kunnen we vast wel een leuke man vinden. Waarmee we later kinderen gaan adopteren enzovoort. Ja, dat lijkt me wel leuk, kindjes adopteren in de Sims. Jee. Pim, pim. En dat is ook eigenlijk mijn doel. Deze aflevering wil ik een man krijgen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn doel, deze aflevering. Of tenminste, een man hoeft ook weer niet meteen zo snel. Ja, het zou wel kunnen in één aflevering. Maar ja, dan moeten we wel heel snel haasten. Maar ik wil op zijn minst wel gewoon een vriend krijgen die, ja, die verliefd op me wordt. Oké, kunnen we hem? Hoe oud is hij? Oh, dat is een tiener. En ik twijfel gewoon, dit is best wel erg. Ik weet nou niet of het een jongen of een meisje is. Is dit nou. Dit is echt. Ik weet gewoon niet of het een jongen of een meisje is. Ja, ik zou het echt niet weten. Maar, wat ben jij? Volwassen. Marcus Flex. Hallo Marcus. Doet me denken aan Marcus. Marcus Flex. Yeah. Maar Marcus Flex is veel gespierder. Wow, mijn maag rommelt. Ik heb vanochtend gewoon gegeten hoor. Maar mijn maag rommelt. Ik weet niet waarom. Verdikkie, waarom rommel je maag? Ik denk trouwens dat jullie het ook wel hoorden. Jee. Mijn maag blijft rommelen. Verdikkie. Verdikkie maag, waarom blijf je rommelen? Huppelepelepeleu. Nou, laten we maar een aardige introductie doen bij hem. Of haar. Ik hoop echt. Ja, ze heeft een beetje. Oh, wacht. Ja, het is een zij. Het is een zij, het is een zij, het is een zij. Want hij heeft borsten. Zij. Oh, wacht, maar hij heeft ook een beetje borsten. Ja, ik wil weten of het een hij of een zij is. Ik denk, nou, we doen wel hem. Ja, laten we eerst een aardige introductie doen. Want ja, we willen een relatie met hem. Hij is ook gespierd en al. Ja, dat is cool. Ja, een coole, gespierde man. Wie is dit? Don Latiano. Oh mijn god, ik wil hij. Die Don is cooler. We gaan Don een aardige introductie doen. En bij Don gaan we. Ja, die gaan we versieren. Meer liefde. Vraag of Sim vrijgezel is. We gaan het gewoon meteen doen, hè? Ben je vrijgezel? Haja, ben je vrijgezel, simpoppeke? Die pet lijkt trouwens best wel veel op mijn andere pet. Chefke is te weten. Ja, yeah, hij is vrijgezel.
Meer. Liefde. Flirten. Don is actief. Oké, we gaan flirten met Don. Ah ja, flirt met Don. Don is cool. Woe. Compliment geven over uiterlijk. Hé, je gaat niet sporten, Joost. Je gaat Don een compliment geven over zijn uiterlijk, verdikkie. Potverdikkie, wij willen een man in de Sims. Ja. Oké, ah ja. Gaat dat goed? Roze. Gaan we een roze aanbieden? Ja, we gaan gewoon een roze aanbieden. Hopelijk gaat het goed uitpakken. Ik weet niet of je het al zo snel wil, maar. Oh mijn god. OMG. Dat is echt cute. Dat is echt heel cute. Gaan we gewoon. Ja, telefoonnummers uitwisselen. Sowieso. We moeten de telefoonnummers uitwisselen. Zo. En dan, hè, dan ga ik handen kussen. Oké, ha ja. Ik ga hem een kusje op de hand geven. Oh, gaat fout. Oh, oeps, sorry. Sorry, meneer. Sorry. Flirten. Ah ja, ga flirten. Dit moet goed komen. Kom op, we beginnen echt wel nog een relatie, hoor. Ik vertrouw erin. Don, love you. Love you, Don. Je bent cool. Begin. Dappere versiertruc. Ga een dappere versiertruc doen bij Don. Hallo Don, ik doe een dappere versiertruc bij jou. Waarom sta jij in je handdoekje te staan? Hallo Don, doe een dappere versiertruc. Ja. Oké, liefde. Omhelzen. Zo, ha ja. Ga hem omhelzen. Wat? Wat? Oh mijn god, dit is een mod die ik heel lang geleden heb gedownload. Maar ik dacht dat die anders was als die bleek te zijn. En ja, nu, ik krijg die mod zeg maar een soort van niet meer weg. Dus daardoor krijg je dat van net. Ja, heel raar. Maar ja, ja. Ik krijg het op een of andere manier. Oh god, hij heeft maar 11 FPS. Wat? Waarom is de FPS zo laag? Wat? Nog lager? Wat? Waarom wordt mijn FPS zo laag in de opname? En mijn CPU is gewoon. Ja. Huh? Het wordt echt. Wacht. Waarom is de FPS zo laag? Oh, hij wordt weer hoger. Ja. Hij wordt weer lager. Wat? FPS? Wat is gebeurd? Wat is gebeurd, FPS? Ja. Oké, gaat hij nu weer omlaag? De FPS is best wel. Wat? 10 FPS. Hij gaat fout. Het gaat volledig fout. Wat is er met de FPS? Halloi, FPS. Halloi. Ja, dit is echt naar. Maar ja, halloi FPS. Maar ja, we zullen het maar met deze FPS moeten doen. Laten we trouwens weer even, ja, die man gaan fixen. Hallo Don, was de, hij heette toch Don? Ja, hij heette Don. Omhelzen. En we gaan meer keuzes. Compliment geven over uiterlijk. Ha ja. Wij fixen die Don. Hallo Don. Wat? Oh ja. Oh ja, dat was dat omhelzen, hè? Ja. Daar gaan we weer. Ik moet echt nog proberen die mot weg te krijgen. Ja, dit is echt. Dit is heel on. De eerste kus? Oh mijn god. Oh, dit is wel echt heel onrealistisch, dit.
Oh mijn god, hij geeft mij een roos. Oh mijn god, so cute. OMG, hier komt hij dan. De enige echte eerste kus. Oh mijn god. Ja, 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 ja. Oh, so cute. OMG. Oh, we kunnen nog een keer de eerste kus doen. Ja, dat is een Sims foutje. Je kunt in de Sims 2 keer de eerste kus doen. Kunnen we niet, ja. Handje vasthouden. Zo. Nee, je moet... waarom wil je dit niet? Je moet... Ja, je moet... Je moet flirten. Je moet lief zijn. Je moet relatie regelen, Joost. Yo, oh god, de FPS wordt weer laag. Vind ik die FPS. Je bent echt niet lief op het moment. Doet hij de FPS wel hoog? Ja, hier... Oh, en weer niet meer. Rip. Verdikkie FPS. Stoute FPS. Oh, hij wordt weer goed volgens mij. Nee, wat? Wat is er mis met de FPS? Gekke werk. Ik vind het echt heel... Ja, dit is zeer vervelend. Jullie kijkers zullen het niet super goed zien. Want de FPS werkt niet mee. Dus ja. Dat, ja... Stoute FPS, verdikkie. We gaan zoenen. Oh mijn god. De allereerste zoen. Jee. Ook al hou ik helemaal niet van zoenen. Ja, ik ben altijd van mening zo van ja, kusje kan. Maar mij gaat het erom dat degene, al zou ik op iemand zijn. Dan zou ik met diegene liefde aan die handen willen geven. Dan hoef ik niet de hele dag te zoenen. Ja, zie ik wel. Zulke mensen... En die zitten dan de hele dag te zoenen. En dan denk ik zo van... Ga iets leuks doen met elkaar. Ga een keer bowlen. Ga een keer zwemmen. Of wat dan ook. Ga een keer samen naar het bioscoop. Waarom ga je de hele dag zoenen? Dat is echt... Dat is gewoon zo tijdverspilling. Kijk, in Sims is weer iets anders. En je kunt wel een keer een kus geven. Maar dat is wel weer iets anders dan de hele dag zo gaan zoenen. En ja, ga roeren, zeg. Ja, ja, heel raar onderwerp dit. Heel ongemakkelijk. Maar ja, ik snap nooit waarom mensen dat zo, ja, de hele dag kunnen zoenen. Want mij zou het echt gaan vervelen. En ja, het is gewoon tijdverspilling. Dat is mijn mening tenminste. Oh, maar Don die gaat in de muur. Don, ga niet weg. Ga niet weg, Don. Don. Don, ga niet weg. Don, waar ben je? Dat is pech, Don weg. Of is hij? Nee, dit is niet Don. Don. Don, kom nou naar me toe. Donnetje. Don, Don, ik mis je. Verdikkie Don. Don doet niet lief. Kijk. Hier zo zie je een naakte man. En ja, ik heb een uitbreidings... Ik bedoel een mod dat ze echt naakt zijn. Alleen, je hebt ook mods met echt details. Ja, daar heb ik dan weer niet voor het opnemen. Anders moet ik alles gaan blurren en dat soort dingen. Ja, dat is drama. Oh god, heb ik in mijn broek geplast? Oh nee. Vluchterig gevoel. Heb ik. Maar, Don. Kom naar me toe. Don. Kan ik niet Don bellen? Oog op mijn maag rommelt weer. Waarom rommelt mijn maag? Vluchtige sms sturen. Natuurlijk. Naar... Don! Hallo Don. Don, je bent cute. Don, je bent cool. Don, je hebt swag. Don, je bent gewoon Don. Ja, ja, dat klinkt logisch. Kan ik niet met Don reizen? Oh mijn god.
Zo, heb je zin? Misschien moeten we van. Oh mijn god. Oké. Hij wil gewoon een drankje met me. Don, je bent zo cute. Don, je bent echt een schatje. Oh mijn god, Don. Don, ja, Don, Don. Mama zal echt denken, wie is Don? Ik heb iemand, kijkers, iemand, tel hoeveel keer ik Don heb gezegd in deze video. Op een of andere manier denk ik ook de hele tijd in mijn hoofd, denk ik aan game meneer. Even voor duidelijkheid, ik zeg nu game meneer, maar ik kan dat nooit uitspreken. Game kan ik niet uitspreken. Dat maak ik game van, zeg maar. Ja, het klinkt gewoon. Ja, ik kan dat nooit uitspreken. Voor mij klinkt het als game meneer. De game meneer klinkt als game meneer. Ja. Hij kan het zelf wel goed uitspreken, maar ik zeg automatisch game meneer. Ik kan dat gewoon niet uitspreken. Sorry, game meneer. Ja, ik probeer het zo erg uit te spreken, maar het lukt gewoon niet. Game meneer. Maar het is ook echt game en dan meneer. Dat is gewoon, ja. Dat zijn twee woorden waardoor je heel snel gay gaat zeggen. Oh mijn god. We kunnen oja doen, maar ja, dat vind ik wel een beetje vroeg. Getchy Terry, dat doe je toch niet? Nou, laten we maar. Handen kussen, yay! Don, ik wil je handen kussen. Don, je bent cute. Don, je bent cute. Don, je bent cool. Eigenlijk zou ik gewoon zelf moeten tellen hoeveel keer ik de naam Ton heb gezegd. Maar ja, daar ben ik wel heel lui voor. Gelukkig is dit een video waaraan ik niks edit. Anders dan had ik waarschijnlijk mij kennende een Ton timer in beeld gezet. Ton teller. Hoeveel keer ik nou eigenlijk de naam Ton had gezegd. Eigenlijk zou je een programma moeten hebben wat telt hoeveel keer iemand Don zegt. Als ik ooit een eigen app ga, een eigen programma ga maken, dan ga ik gewoon een Don teller daarin maken. Is dat een goed plan? Ik vind dat een zeer goed plan. Maar Don, waar ben je Don? Ik ben Don kwijt. Hallo Don. Don. Don, ik mis je liever. Don? Don die vroeg of ik mee uit wou, maar ik ben hem nu kwijt. Don? Hallo Don? Donnetje? Don, lieverd. Don, waar ben je? Oh, kom daar Don. Daar komt volgens mij Don. Is dat Don? Nee, dat is niet Don. Is dit Don? Don is weg. Wel Marcus Flexus. Waar is Don? Don, waar ben je? Is hij boven? Hier is Don ook niet. Don. Ik ben Don kwijt, verdikkie. Don, waarom ben je weg? Lieve, lieve, allerliefste Don. Waar ben je? Ik ben je kwijt. Ja, ik zal waarschijnlijk Don ook niet meer gaan vinden. Wat nou als ik. Daar hebben we volgens mij net. Daar is volgens mij net iets verdachts gebeurd in die kast, want ja. Is hier Don? Nee, Don. Don, Don, waar ben je? Don is echt, hij is gewoon weg. Don is gewoon Fuji. Ik ben Don kwijt. Nou, ik denk dat we Don niet meer gaan vinden. Ik weet niet waar die is. Maar, kijkers. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Dan ga ik de cam groot in beeld zetten. En dan zet ik de game uit.
Woep. Oh, hij gaat weer op play. En ja, dan ga ik zeggen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zoals beneden staat in de onder de video, als je hem zeg maar van fullscreen afzet. Volg me op Twitch en Instagram. Linkjes ervan staan in de beschrijving. En oh ja, en als jullie je afvragen, even uittrekken. Als jullie je afvragen waarom ik op Twitch de gebraden gehakt etende kameek heet, in plaats van kameel. Nou, dat was dus een typfout. En ja, die typfout was dus een klein probleempje. Want ja, die typfout die had ik niet in de gaten. En je kunt maar één keer in een bepaalde tijd je naam veranderen. Dus ik heb nu een typfout in mijn naam. Dus ja, drama. Maar ja, dan weten jullie waarom ik de gebraden gehakt heet en de kameek heet. Of de gebraden gehakt kameek. Volgens mij was de gebraden gehakt eten de kameek. Of gebraden gehakt eten de kameek. Ik weet zo gauw niet precies. Maar, kijkers. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ga ik zeggen, vergeet niet te abonneren. Volg me op Twitch en Instagram. Linkje staat in de beschrijving. En houdoe. Houdoe, houdoe, houdoe. Houdoe, houdoe. Houdoe, 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 houdoe.